Voor het eerst deze week weer even een video, omdat ik het zo lang niet meer heb gedaan. En ik doe het nu even op mijn bed, want het bureau staat weer vol. Ik doe het vandaag over deze steen. Pyriet. Sorry, jongens, sorry voor dat nummertje. Ik ben ook bezig om te nummeren nu. Maar ik had gewoon even zo een video erover even te maken. Dus, ja. Dit is pyriet. Dit is, als je heel goed kan kijken hier, zie je allemaal van die blokjes. Heel veel. Hier is er eentje. Daar zit er een. En ik probeer op een gegeven moment, nu echt, om de vorige paar video's, heel lang veel video's, heb ik ook heel veel slap gezet gedaan. Zo, jullie weten wel wat ik bedoel. Dus, ja, ik ben dus bezig met de nummer. Ik heb er al heel wat gedaan. Ja. Dus ik probeer, ik weet niet. Sorry, ik kom niet aan mijn woorden. Sorry dat ik even zo doe, want ja, pyriet is ook wel eens ijzerkies genoemd. Ik snap ook niet waarom dat zo wordt genoemd. Nee. Vroeger werd het ook aangezien als goud. Oh shit. Oh jee. Sorry voor dat. Het is trouwens ook een kubische steen. Ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet waarom, maar ja. Het is ook zwavelhout. Nee, dat niet. Hij werd gevonden samen met andere zwavelhoutende steen. Sorry. Haartje. Maar ook met oxides en kwartsaders in afzettingsgesteente in koolbedden en als vervangingsmineralen in fossielen. Oké. Okay. Ik heb er toch, hier heb ik nog eentje van. Rots. Dat is niet fijn. Mijn stickertje is eraf gekoeld. Zo. Deze steen is dus pyriet. Nee, dat is even een korte video. Omdat ik ook zin in had vandaag. Dus ik ga deze video vandaag, nu, voor nu, ga ik hem afsluiten. Dus... Doeg!